Body Dedication Nation, ik ben Philippe. Welkom in mijn auto, ook wel de Black Pearl genoemd. Ik wil het niet hebben over mijn super vette, super snelle bak. Ik wil het hebben over de Tournee Mineral. Tournee Mineral, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Dus we gaan een maand geen alcohol drinken. We kunnen een beetje vergelijken met de alcoholstop. Precies hetzelfde. Een hele tijd geen alcohol drinken. Waarom heb ik daar eigenlijk probleem mee? Of waarom vind ik dat niet zo'n goed idee om te doen? Is de meeste mensen die pakken een slechte gewoonte, een slechte alcoholgewoonte. Die zetten die even aan de kant. Die maanden is om. En die slechte alcoholgewoonte, die brengen ze weer terug gewoon erin. Gelijk dat ze dat altijd gedaan hebben. Dus wat hebben we op het eind van de rit dan bereikt? Niks. Wat lijkt mij nu het beste om te doen, en zo heb ik het zelf ook gedaan. Vroeger toen ik nog een student was, toen was er ook geen groepstap, donderdag, vrijdag en zaterdag. En was er natuurlijk ook drinken en zuipen met de maten. Wat heb ik dus nu voor mij eigenlijk besloten? Ik ga alleen maar op zaterdag weg. Dus mijn totaliteit alcohol heb ik geminderd. Wilt dat zeggen dat je gelijk mij nog maar één keer per week op stap mocht gaan? Nee. Maar je zult ook iets moeten vinden om te minderen. Bijvoorbeeld wat je kunt doen is als je toch 3 dagen weggaat, ga wel eerder naar huis. Of drink tussendoor een water of een cola light. Zo kun je dus ook in totaliteit minder drinken. Ik denk dat als je dat op deze manier doet, dat je dat veel langer gaat volhouden. Ik vind het ook leuk om te drinken, dus waarom zou ik dat uit mijn leven gaan verbannen? Laat dat gewoon lekker in. Maar probeer daar gewoon een beetje mee om te gaan. Probeer daar een beetje mee te spelen. Je kunt gerust ook nog eens een keer helemaal pampers drinken als je dat graag hebt. Maar zoiets moet je gewoon niet elke week doen. Dat is ook niet normaal als je dat elke week doet. Dus minder je alcohol. Probeer op lange termijn, of ik denk dat je zo op lange termijn veel meer resultaat gaat boeken. En ik denk dat je dit veel langer volhoudt dan dat je dat een maand gaat stoppen of nooit meer gaat doen. Dus bij deze, succes!